Hans Robrechts. En in dit filmpje gaan we beginnen met de volledige basis van het airbrushen. Samen gaan we ontdekken hoe we lijnen, bolletjes en een kleurenverloop gaan spuiten. Maar vooral, wees sterk, be strong. Want airbrush leren is een automatisme kweken. Dat gaat niet direct. Neem tijd in beslag en je zal ongeveer 15 uur zeer intensief met je airbrush bezig zijn. Probeer die tijdspanne ook zo kort mogelijk te maken. Bijvoorbeeld, als je begint te schilderen, werk in blokken van 2-3 uur. Zo kan je intensiviteit verhogen en ga je veel sneller het mechanisme en het automatisme kweken. Doorloop ook alle stappen en ga niet van module 1 naar module 3 of van les 1 naar les 4. Doorloop ze één voor één, want ze zijn opbouwend. Eén voordeel is, als je het automatisme beheerst, dan kan je het voor altijd. Het is zoals fietsen, eentje kan fietsen zonder wieltjes, is het ook voor het leven. Veel succes en we gaan er samen aan beginnen. Wat is de juiste positie om je pistool vast te houden? Het is net hetzelfde als het vasthouden van een balpen. Je duim bevindt zich aan de zijkant, je middenvinger bevindt zich onderaan en je wijsvinger zal aan de trekker van het pistool zijn. Het is de wijsvinger die de controle heeft van de airbrush. Je kan de trekker induwen en je kan de trekker achteruit trekken en terug naar voren. Induwen is voor de lucht en deze gaan we koppelen. En achteruit en vooraan trekken is eigenlijk voor de verf. Hier een demo met water. Je hoort, ik duw nu voor de lucht. Als ik achteruit trek, dan zal er water uitkomen. Bewijs op mijn duim spuit ik nu met water. In de realiteit zal je nooit je trekker zo hard achteruit moeten halen, want dan zal er veel te veel verf komen. We gaan vandaag spuiten met Carbon Black. Carbon Black is een dekkende acrylaatverf, zwart. En we gaan deze verdunnen met water. Welke verdunning gebruiken we? We gebruiken 1 druppeltje zwart en 5 druppels water. Eerst doen we het water in de kub en daarna de verf. Best is je pistool netjes in de airbrushhouder te zetten. Eerst de druppeltjes water erin en daarna het zwart heel goed mengen. Open doen en 1 druppeltje zwarte verf bij doen. Steeds je potjes na gebruik afsluiten. Nu gaan we de verf mengen. We zetten de luchtslang aan het pistool. We gaan op onze trekker duwen, zodanig dat we lucht hebben. Zo. Dan gaan we onze wijsvinger en onze duim nemen om vooraan af te sluiten. We gaan zachtjes achteruit trekken met de trekker terwijl we lucht geven en er komen belletjes. Water en lucht worden nu optimaal gemengd. Als je de trekker terug loslaat, stopt de lucht en ben je er helemaal klaar voor. Nu gaan we beginnen met een eerste oefening, een vrije expressieoefening. Ons pistool is klaar, het is gekoppeld met de lucht en er zit gemengde verf in. We gaan het pistool leren aanvoelen. We brengen ons pistool loodrecht op onze pagina, ongeveer een centimeter van het blad. We drukken ons luchtdrukventiel in. Daarna gaan we stilletjes trekken aan de verf terwijl dat we in beweging zijn. Het kan gebeuren dat je te veel verf geeft en krijg je zoiets als een spinnenkop. Als je kort bij bent en weinig verf geeft, zal je een fijne lijn hebben. Als je veraf bent en veel verf geeft, zal je een wazige lijn hebben. Probeer je naam in te schrijven, probeer van alle krolletjes uit. Als je kort bij bent en je geeft te veel verf, dan gaat het eigenlijk allemaal uitlopen. En dan heb je zo grote spinnenkoppen. Streep je kort bij, veraf. Probeer op een heel blad eens aan te voelen wanneer dat je te veel verf geeft en wanneer dat er eigenlijk niks uitkomt. In oefening 2 gaan we lijnen leren trekken. Om een correcte lijn te trekken, moeten we een aantal stoppen volgen. Voor eerst lucht aan, dan moeten we bewegen met ons pistool, de verf aandoen, blijven bewegen, op een zeker moment onze verf toedoen,
blijven bewegen in dezelfde richting en op het einde, mocht je willen stoppen, uw lucht uit. Met andere woorden, als we tussen deze twee lijnen een streep willen trekken, gaan we 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 doen. Met andere woorden, we pakken ons pistool, we doen de lucht aan, we bewegen, op een zeker moment gaan we de verf open doen, terug toedoen en we blijven bewegen. Dit is zeer belangrijk, ook altijd in dezelfde richting gaan. We gaan hier van links naar rechts. Mocht je stilstaan en dan beginnen met verf te spuiten, krijg je zo'n bolletje. Het omgekeerde, mocht je stoppen bij stap 5 en nog verf geven, krijg je ook een bolletje. Als je stopt bij beiden, krijg je een lijnstuk met twee bolletjes. Dan weet je dat je niet bewogen hebt. Ga je te veel verf geven, dan krijg je dit soort lijnen. Dan moet je niet zo hard aan je trekker trekken. Altijd de lucht aanhouden. Ik laat de trekker pas los als ik wil stoppen met airbrushen. Dus mijn lucht is altijd aan. We gaan nu een nieuwe variatie doen. We gaan diagonalen doen. We gaan van onder naar boven werken en proberen opnieuw tussen de twee lijnen een streep te zetten. We nemen dezelfde stappen. Die zijn zeer belangrijk. Probeer hier een automatisme te maken. Dit gaat je helpen naar de toekomst toe. Lucht uit, zoals ik daarnet zei, is minder belangrijk. Zolang je aan het spuiten bent, hou de lucht maar aan. We proberen op de goede plaats te starten en op de goede plaats te eindigen. Maar we stoppen niet met bewegingen. Als je goed kijkt, ga ik verder dan de twee lijnen met mijn beweging van het pistool. Is het belangrijk een rechte lijn te hebben? Nee. Je mag eveneens een gekartelde lijn hebben. Dit is niet zo belangrijk, stabiliteit van je hand. Maar het is wel belangrijk om de start en de stoppen zo goed mogelijk in te oefenen. Geef je eens te veel verf geen nood, ga gewoon naar de volgende lijn en start opnieuw. Maak naar analogie van de vorige twee oefeningen nu de andere diagonaal die je van boven naar onder afwerkt en eveneens een loodrechte lijn naar boven die je van beneden naar boven toe doet. Denk telkens aan de verschillende stappen van lucht aan, bewegen, verf aan, blijven bewegen, verf uit, blijven bewegen en helemaal op het einde als je wilt stoppen, lucht uit. In onze derde oefening gaan we ons bezighouden met het leren spuiten van bolletjes. Eerst gaan we een bolletje kort bijzetten, een afstand van één vinger tussen het blad en het pistool. Kort trekken aan de verf, nu een afstand van drie vingers. We mikken op het kruispunt, terug kort bij. Terug ver af. De lucht is dus altijd aan, maar we gaan proberen eerst weinig verf te geven voor een klein bolletje. Dus kort achteruit trekken en dan veel meer verf, dus iets langer achteruit trekken. Als je te veel achteruit trekt en kort bij bent, dan krijg je zo'n verlopen spinnekop. Deze is oké indien alle streepjes open gaan, want dan staat je loodrecht op je blad. Als je te veel naar rechts staat, dan zie je dat je spinnekop niet juist is. Ben je te hoog gepositioneerd, dan zul je spinnekopjes naar beneden hebben, pootjes. En sta je te laag, heb je pootjes naar boven. Dit is echt een moeilijke oefening. Probeer je verf te doseren. Telkens van kort bij, weinig verf geven, van verf een beetje meer. Mocht je zo het begin hebben dat je blad of het centrum van het bolletje terug wit begint te worden, steken dat je zeker moet stoppen, want de volgende stap is een spinnekop. Hier zie je duidelijk welke afstand ik neem. Een kort bolletje en een ver. Dan zie je duidelijk, spelen we een beetje mee om de afstand eens wat verder te doen en proberen te mikken op het snijpunt van de lijnen. Hoe meer bolletjes je zal zetten, hoe beter het zal gaan. In een vierde oefening, het spinnenweb, dat we samen gaan maken, gaan we eigenlijk een herhaling doen tot wat we nu toe geleerd hebben. We beginnen met onze rechte lijnen, van beneden naar boven. En zo gaan we de diagonalen elk één voor één inspuiten. We proberen goed te letten op onze start-stop, dat wil dus zeggen dat we steeds in beweging zijn. Zitten we naast de lijn, geen probleem, ga gewoon door. Rustig zijn is het belangrijkste. In een tweede fase gaan we proberen van het spinnenweb
elke gebogen lijn te spuiten. We gaan steeds met ons pistool verder gaan dan de lijn zelf. We starten met lucht aan. Dan beginnen we te bewegen. Als we aan het snijpunt zijn, doen we de verf bij aan, maar we stoppen niet met bewegen. We blijven doorgaan. En zo werken we af naar het einde toe ook. Op het einde van de lijn gaan we ook stoppen met verf geven, maar we blijven bewegen. Hier ben ik ongeveer op 2 vingers afstand en ik ga nu naar 1 vinger afstand omdat we korter bij gaan. Hoe smaller de lijn wordt, wil zeggen dat we korter bij ons blad zijn, maar ook dat we minder verf gegeven hebben. Probeer een beetje te spelen met je afstand om deze te ontdekken. Nu ben ik ongeveer op een halve vinger van het blad. En je ziet, de lijntjes worden steeds fijner en fijner, maar ik geef minder en minder verf. In de 5e en laatste oefening van deze module gaan we een kleurenverloop leren spuiten. We gaan van donker zwart naar licht tot wit van het blad. Dit is bij de moeilijkste oefeningen die er bestaan. Daarom ook bij het begin. Je gaat ongeveer 15 uur nodig hebben om deze techniek onder de knie te krijgen. We gaan in de volgende modules dus telkens daarop werken om zo met andere oefening dit verder aan te leren. Het schilderen van een degradé of een kleurenverloop heeft alles te maken met de juiste afstand ten opzichte van het blad te vinden. Het gaat in 3 verschillende afstanden op weg. Een eerste, zoals u hier ziet, zetten we aan de binnenzijde van de getekende lijn een afstand van 2 vingers een lijn. We verdonkeren ze, maar we gaan niet van de eerste keer heel donker spuiten, want dan hebben we het risico dat we te veel verf geven en spinnenkoppen. Dus 2 vingers was van kort bij. Nu gaan we dubbele afstand nemen, dat wil dus zeggen 4 vingers. We gaan proberen nu tegen de onderste lijn die we gespoten hebben opnieuw tegen te spuiten. Wat niet makkelijk is, want het kan zijn dat je ineens te hoog of te laag zit. Dan gaan we gewoon opnieuw een tweede poging wagen. We doen het traag, zodanig dat we proberen er tegen te zitten. Dat is onze dubbele afstand. We gaan die ook proberen iets lichter te spuiten als de eerste lijn. Nu gaan we naar nog eens dubbele afstand, dat wil zeggen in plaats van 4, 8 vingers. Nu bereik je een brede spuitnevel en we gaan deze opnieuw plakken tegen de tweede lijn die we geplaatst hebben. We gaan dus een tweede maal er tegen en we gaan zo proberen op te bouwen. Stilletjes aan krijgen we het verloop van de kleuren die zich beginnen op te bouwen. We gaan ook nog eens naast de derde lijn die we gespoten hebben van dezelfde afstand 1 of 2 laagjes zetten. Een tweede kleurenverloop zie je vanuit een andere hoek, zo zie je duidelijk de afstand. De eerste afstand hier is 2 vingers. Rustig zet je deze lijn, je probeert mee te gaan. Lucht aan, wits bewegen, dan verf aan. Verf blijft aan en we bewegen. Verf uit en we bewegen door. Je ziet, ik ga nu een derde keer over deze lijn en nu pas begint hij een beetje zwarter te worden. Nu ga ik naar de dubbele afstand, dus van 2 vingers ga ik naar 4 vingers. We doen exact hetzelfde als daarnet. We gaan beginnen tegen de vorige lijn, gaan we proberen een nieuwe lijn te plakken. Je ziet dat het spuitverloop al breder is, gezien onze afstand is de lijn ook dikker. Steeds in beweging zijn voordat de verf aangaat en in beweging blijven als de verf uitgaat. We proberen tegen de vorige lijn te mikken, zodanig dat er geen witte strepen tussen komen. In de derde stap gaan we de dubbele afstand van de tweede nemen. Dus van 4 vingers gaan we naar 8 vingers gaan. Onze verfstreep zal dan ook opnieuw breder zijn. We plakken deze opnieuw tegen de vorige lijn. En we gaan ze minder donker maken, dus we passeren hier misschien 2 keer. En soms kan het gebeuren dat de verf op is en dan moet je bijvullen. En dan beginnen we opnieuw. 4, 8. En we zijn teruggestart. Je ziet altijd je tijd nemen en rustig opbouwen. Daarna gaan we nog eens tegen de derde lijn aanspuiten. 1 of 2 keer.
en de DKD is klaar. Zo, hiermee komen we aan het einde van de eerste module. Proficiat voor het doorlopen ervan. Je hebt hiermee een totaal nieuwe start gemaakt voor een nieuwe hobby. Airbrushen, die super is. Even volharden zou ik zeggen, want deze techniek ga je onder de knie hebben tussen de 15 en de 30 uur. En van dat moment af gaan je degradés en je kleuren verlopen en ook je lijntjes knap zijn. Dit wil zeggen dat je zeer mooie resultaten gaat behalen. Wens je feedback te hebben op je gemaakte werken, stuur dan een goed belichte foto door naar mijn e-mailadres info@airans.be en dan zal ik je proberen zo goed mogelijk te helpen. Weet, je kan doorsturen tot 3 maanden na aankoopdatum van deze module. Succes en tot in een volgende module dat we elkaar opnieuw zien.